Het ministerie van Binnenlandse Zaken is vandaag gestart met de uitbetaling van een deel van het verkiezingspersoneel. De mensen die rond en op de dag van de verkiezingen hebben gewerkt. De eerste groep die ontvangt is de groep van vouwers. De groep bestaande uit 400 vouwers wordt vanaf vandaag uitbetaald op het hoofdkantoor van BISA aan de Wilhelminastraat. BISA heeft ervoor gekozen om zelf de vouwers uit te betalen, omdat het de kleinste groep is onder het verkiezingspersoneel. Volgens minister Brunto Somoharjo zullen de overige medewerkers, zoals de colporteurs, via de diverse districtscommissariaten worden uitbetaald. De betaling van deze groepen begint op 14 december. De mensen die op de dag van de verkiezing hebben gewerkt, hebben volgens de minister tot 11 december de tijd om zich te registreren bij de commissariaten. Somoharjo zegt dat het uitbetalen van het verkiezingspersoneel een team effort is geweest van diverse ministeries. Het is een team effort geweest. Team works make the dream work. Ik wil hierbij het ministerie van Financiën bedanken. De minister van Financiën die zoveel moeite heeft gedaan om dat geld bij elkaar te schrapen. Ik wil mijn collega Gracia Emanuels bedanken. Die de districtcommissariaten goed heeft ingelicht. Ik wil de minister van Justitie bedanken die zijn manschap heeft gestuurd zodat alles ordelijk verloopt. En natuurlijk mijn eigen staf en personeel die hard hebben gewerkt om deze dag mogelijk te maken. En tot slot de mensen die hebben gewerkt. Ik wil hen bedanken voor hun geduld. En ik hoop dat hun geduld een beetje beloond is. Ik weet dat ze 6-7 maanden op dit geld hebben gewacht. Ze verdienen dit geld, ze hebben hard gewerkt. Dankzij hun hebben we verkiezingen kunnen draaien. Minister Brunto Somoharjo van Binnenlandse Zaken. De uitbetaling van de vouwers gaat tot aanstaande zaterdag door op het hoofdkantoor van BISA.